thinks I can't do it anymore. Best step right back and take that. Ik ben Rachel Adames. Ik ben 27 jaar geworden net. Ik doe kickboksen al 5 jaar inmiddels. En ik studeer sportgezondheid en management aan de Hans Hogeschool. Ik ben Bo Kapila, ik ben 27 jaar en mijn beroep is rioleringsbeheer. Rachel en Bo dus. 3 keer in de week leren ze hun vechtkunsten bij Aihato Gym Groningen. Om sterker te worden trainen ze met een personal trainer bij Totally In Shape. Zowel Rachel als Bo hebben ambities en houden van deze sport. In principe is het een heel technische sport. Er zijn natuurlijk regels aan verbonden. Mensen trainen zich helemaal kapot om zo'n wedstrijd te kunnen draaien. En ja, tuurlijk, het gaat om stoten en trappen. Dat is het kickboksen. Dus je moet er inderdaad wel van houden. Het is gewoon een sport ook. Heel veel mensen zeggen van ja, kickboksen zijn agressieve mensen. Het is agressief doe je in de ring. Ja, en buiten de ring moet je gewoon jezelf zijn, gewoon chill zijn. En agressief mag je dingen laten zien wat je waard bent, wat je kan. Ik ben iemand die ja, wel een beetje langs op gang komt. Maar als er 5 rondes wordt gevochten, ik kom de eerste, twee, derde. Eerst twee rondes door, dan begin ik wel te komen en dan zoek ik wel een knockout of zo, zodat ik de partij op mijn naam kan schrijven. Maar mijn probleem is dat ik een dieseltje ben en dat moet even eruit. En ik ben een vechter die conditioneel wel sterk is en ook wel op zich wel een tik kan hebben, maar dat is niet altijd goed hoor. Ik ben eigenlijk wel een beetje een mentale vechter. Ik ben eigenlijk wel een beetje een rouwdouwer, om het zomaar te zeggen. Ja. Ik wil altijd wel gaan. Ik heb er altijd zin in. Ik vind het leuk. Dus ik denk dat ik wel een beetje een drammetje ben. Zondag stappen deze twee in de ring tijdens een kickboxgala waarbij vechters uit het noorden het gaan opnemen tegen het zuiden. Rachel vecht in de B-klasse en Bo maakt zich op voor de A-klasse. Beide vertegenwoordigen de stad Groningen. Door trainers en personal coach worden zij op techniek en kracht klaargestoomd. Wat bereiken? Zo. 1 titel halen, sowieso. Een Nederlands, Europees, maar nee, sowieso. Dat is 1 ding. Ja, ik wil natuurlijk, ik wil meer, ik wil hogerop. Ik wil ook in K1 staan. Het gaat nou lekker in de B. Ik heb met mijn trainer over gehad en als het goed is ga ik na de zomer naar de A. Dus dan zit ik in de hoogste klasse. Nou, daar lijkt het me leuk om wat leuke toernooien te draaien of wat grote wedstrijden te draaien eigenlijk. Dat lijkt me wel wat. Dromen. Ja, tuurlijk. Ik zou een keer, sowieso wat ik net zei, ik wil sowieso een titel hebben. Voordat ik een keer stop of zo. Of sowieso wat iedereen, elke vechter wil, een keer in de K1 of zo staan. Tuurlijk, dat is een droom. Maar of dat gaat worden, weet ik niet. Laten we maar eerst naar de titel gaan. K1 voor de vrouwen. Ja, dat lijkt me wel wat.